Jullie huis kunnen ook fouten in. Skills. Ja, skills. Ik denk dat het fouten. Zo, yeah. So, by the way, denk jullie ons als mensen ook fouten? Allemaal super lang op. Allemaal. Ja, ik denk ons nog fouten. Ja. Ik denk ons nog fouten. Ja, ons nog altijd fouten. Ja. Ons doen zonde. Altijd. Ons doen zonde dat ons mensen. Ongelukkig. Ai, ai, ai. Maar weet je, dat is wonderlijk eindelijk. Wat? Dat denk ik wel eens niet goed dragen is een huiskundig. Maar dat is een belangrijke ding. Ja. Als ze terug gaat naar de Jere. Die Jere is zo lief voor ons. Hij geeft ons weer een kans. Oh. So, kom eens beginnen bij het begin. Als we beginnen bij het begin. Want tijdens Johannes 3 vers 16. Want zo lief ik God die wereld gehad. Dat hij zijn enigste zin gegeet. Zodat elkeen wat in hom glo niet verloren sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Kon nou ewige lewe. Ja, dit gee altyd die einde. Ai ai ai. So die Here is so lief vir ons, hy gee vir ons Jesus. Dis eintlik amazing. Hy gee sy enigste seun vir ons. En hy weet ons maak foute. Soos ons 'n fout maak en ons gaan sê vir die Here regtig jammer. Ons is regtig jammer. Ja. Dan vergeven die Heere ons. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. Dus duidelijk dat hij niet kan opzeggen nie na. Ja. Hij telt die dingen op, hij telt die fout op, hij gaat God niet aanspreken en hij vergeet al van. Zo groot is die Heere zijn liefde voor ons. Ja. Het is eindelijk wonderlijk. Ja. Kom, Duchel, want dat is een kornijn. Duchel, geef ons een taas. Kijk. Dat is niks in. Nee, ik denk niet. Ik moet zien, jij zegt zo. Klap uit. God zijn liefde, in ons vers is vandaag. Tam. Johannes 4, vers 16. En dit sê Kornai. En ons ken die liefde, wat God voor ons heeft. En ons glo daarin. En weet je, hoe ken ons dit? Ons ken dit als gevolg van Johannes 3, vers 16. Dat sê, hy is so lief vir ons, nou. Hy is so lief vir ons, hy is sy enigste seun gegee. En, hy bly ons vader. So ons weet dit, omdat ons dit in die Bybel lees. En ons weet dit, dat ons dit by Jesus het gesien. So sy liefde is so groot, al maak ons foute, so groot. En ons is rarig jammer oor ons foute. Ja. Dan vergewe hy ons weer. Maar ek dink nog steeds ons moet 'n bietjie werk aan ons huis knock skills, want oeg, die huis met die honse nat voete en die nat gras is alweer vuil in die mekaar. So ek dink ons moet 'n plan gaan maak. Ek het 'n shotgun. Shotgun van wat? Ek verstaan nie. Dink jy ons moet mense gaan wys hoe hulle die honse voete? Ek dink so. Ja, kom ons kyk waar is die honse voete. Ja. Nou vas. Ons hond. Ons het al gevind. Okay. Kyk hoe sy. Dit is die hond. Dit is die honse nat voete wat ons huis baie vuil maak. So ons moet nou gaan skoon maak. Wat sy vuil gemaak het nou. Maar ons vergewe jou, dit is ok. So baie mense. Baie mense. Kom ons gaan. Ja.